Koning Willem-Alexander bezoekt als eerste de Molukse wijk waar de Molukse kerk staat. In de kerk zitten sprekers van de eerste, tweede en derde generatie klaar die hun verhaal rondom Vossenbos en het monument met de koning delen. Mag iedereen jullie Ja. Na de kerk bezoekt de koning het monument Vossenbos, waar een groep demonstranten klaarstaan. Zij uiten hun kritiek op de komst van de koning met een aantal spandoeken en foto's van hun ouders. Nergens zullen bloemen staan en de aarde zal verkleuren. Overal. Wanneer Willem-Alexander bij het monument aankomt, ontvangen 7 oud-bewoners van de eerste generatie hem. De koning neemt plaats en gaat in gesprek. Een van deze oud-bewoners onthult het monument aan de koning. Tussen deze stad en het monument ligt een hele lange.